Leuke stichting, goede, welwillende mensen die erin zitten. Maar een groot evenement organiseren, ja, dat is toch wel ingewikkeld. De organisatie van de Brandersfeesten liep tegen een aantal problemen aan in de voorbereiding. En de gemeente greep in. Wij hebben geconstateerd van nou, het loopt niet goed. En we dachten van nou, we gaan met de stichting rond de tafel. En uiteindelijk komen van ja, hoe kunnen we toch voor zorgen dat Schiedam een heel mooi feestje krijgt. Want dat is uiteindelijk ons doel. Grootste probleem ligt bij de veiligheid van het evenement. Voorheen verzorgde de stichting Brandersfeesten het algehele veiligheidsplan. Maar aanvankelijk moest elke ondernemer dat nu zelf regelen. Waarom wilde de stichting niet meer de verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid? Allereerst als nieuw bestuur volledig vrijwilligers en volledig ook mensen die niet iets te maken hebben met de binnenstad. Dus alleen Schiedamse inwoners. Ten tweede hebben we vanwege die veiligheid een veiligheidsbureau in arm genomen die bijvoorbeeld ook Leids Ontzet doet of de Nijmeegse Vierdaagse, die verzorgt daar de veiligheidsplannen voor. En die heeft ons ook streng afgeraden om dat overkoepelende veiligheidsplan te maken voor de hele binnenstad. Nou, er zijn niet meer eisen, er zijn dezelfde eisen als die er altijd al waren. Maar goed, dat moet wel in goede banen geleid worden. Nou, dat verliep niet helemaal goed, er waren wat moeilijkheden, de stichting vond het moeilijk. Hadden jullie verwacht dat die stichting die rol wel op zich zou gaan nemen? Nou, natuurlijk, want dat is een van de voorwaarden geweest al, en dat is hun al nou, 2 jaar geleden verteld, dat nodig is om de Brandersfeesten te kunnen organiseren. Dus dat wisten ze, dus gaan wij er ook vanuit dat zij dat wel oppakken. De gemeente pakt nu de handschoen op en draagt zorg voor het algehele veiligheidsplan. Wordt het dan ook meer een gemeentelijk evenement nu? Zeker niet. Het blijft echt een evenement van de Stichting Brandersfeesten. Maar wij hebben een iets dikkere vinger in de pap genomen om de Stichting Brandersfeesten te ondersteunen. Om het feest te kunnen laten doorgaan voor de Schiedammers. Hebben jullie het als bestuur niet een beetje onderschat? Wat er allemaal bij komt kijken? Dat vind ik een leuke vraag. Ik denk dat je het altijd onderschat als je zo'n groot evenement als de Brandersfeesten hebt. Maar nu hebben we natuurlijk een organisatiepartij, een Funky, die dit al echt jaren en jaren doet. Die nou ja, eigenlijk altijd al zich bezig heeft gehouden met de daadwerkelijke praktijk hiervan. Die heeft ons ook goed geadviseerd hierin. En dat betekent dat voor de veiligheidsplannen, want daar gaat het nu echt over, hè, dat het enige nieuwe is, het enige wat constant evolueert en wat constant strenger wordt, waar we dus nu een stapje terug moeten doen.